Wout, ja, de trainer zei net, ik wil niet te lang stilstaan bij deze wedstrijd. Jij ook niet? Net zo lang als bij elke wedstrijd, 24 uur. Oh, dat is ook bij jullie gewoon een regel? Nee, voor mezelf. We hebben wel eens trainers gehad in het verleden die dit altijd zeiden. En ik vind het een mooie regel. Of je nou wint of verliest, 24 uur. Vanuit leren en dan weer door. Ja, waar ga je hier over 24 uur over nadenken? Nou, we gaan hem in ieder geval goed analyseren. Ik vond wel dat we goed begonnen, moet ik zeggen. Het is wel een understatement natuurlijk als je na 20 seconden met 1-0 voor staat. Maar na het eerste kwartier, 20 minuten, vond ik dat we de grip wel een beetje kwijtraakten. Weinig druk vooruit gaven en dan moet je iets verder terug. Ja, daar creëren ze ook wel wat meer kansen, moet ik zeggen. Maar ik was wel blij met de reactie van ons tweede helft. Zeker toen we 2-0 achterkwamen, best wel snel. Vond ik wel dat we ons weer terugvochten in de wedstrijd. En niet altijd even goed, maar we hebben wel strijd geleverd. Dit is sowieso een seizoen, denk ik. Nou ja, je bent weer begonnen bij Twente natuurlijk. En de trainer dacht ook toen hij terecht kwam bij Twente. Ja, wat gaan we eigenlijk krijgen dit seizoen? Ja. Maar het is heel erg leuk volgens mij, of niet? Ja, daar doen we altijd ons best voor. We hebben veel energie in de ploeg. Ik denk dat we positiviteit uitstralen. Ook in de wedstrijden die we gespeeld hebben. Veel vooruit, veel op de helft van de tegenstander proberen de bal te veroveren. En daar hebben we veel goals uit gemaakt. En ook veel kansen uit gecreëerd. Alleen vind ik wel dat we daar nog iets meer kansen uit kunnen creëren. We veroveren best wel vaak de bal op de helft van de tegenpartij. En ook het eerste kwartier was dat het geval. En dan hebben we heel veel mogelijkheden op een grote kans. En die laten we eigenlijk nog een beetje liggen. Dus dan hebben we de bal iets te snel kwijt. Maar ik vind wel dat we, wat je zegt, wel positieve dingen laten zien als team. En ik denk dat dat een van onze grootste krachten is dit jaar, dat we als team opereren. Ja, is dat snel naar elkaar toe gegroeid? Ja, vind ik wel. En we hebben natuurlijk al best wel snel de selectie rondgekregen. Ondanks de situatie waar misschien de club zat. Misschien wel verrassend. Ja, best wel vond ik. Dat ging eigenlijk tegen verwachtingen in behoorlijk snel. En dan kun je ook werken aan een ploeg waarin je de competitie ingaat. En dat is wel fijn en prettig werken. Ja, dan moet het nog wel een beetje passen en leuk gaan worden. Maar daar helpen de uitslagen natuurlijk ook wel goed mee. Als je zo begint aan de competitie, ja, dan blijft de sfeer natuurlijk wel sneller goed. Ja, competitie, lekker bezig. Nu die beker. Kijk je daar een beetje naar uit? Altijd. De beker is een prachtig prijs. Ja. Goed antwoord. Ja, nee, zo is het. Top. Oké.